staan we straks met verhitte koppen tegenover elkaar te roepen, pleur op, nee, pleur zelf op. Daar hoort een premier niet aan bij te dragen. En als de campagnevoerder Mark Rutte dat af en toe doet, nou, dan maak ik me zorgen, maar dat is nog tot daaraan toe. Maar als de premier het doet, dan maak ik bezwaar. Ook als minister-president kan ik mijn opvattingen geven. En dat zal ik ook doen. Is het daarmee kabinetsbeleid? Nee. Alsjeblieft, zeg dat u dit niet als premier zegt. Doe het alsjeblieft. Want als je dit als premier zegt, dat pleurt op de norm voor Nederland is. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Dat kan helemaal niet. Een premier die dan zegt, ik normeer hier. Nou, dan zeg ik maar niet namens mij. Dat is een premier onwaardig. En ik zou willen dat de premier dat hier gewoon toegeeft.